Het nieuw burgerlijk wetboek moet zo min mogelijk belast worden met andere vraagstukken. Dit haalde minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie vandaag in de Nationale Assemblée aan. Hij verwees hiermee naar het vraagstuk van homohuwelijken, waarover leden van het parlement steeds vragen over hebben. De bewindsman is ervan overtuigd dat de Nationale Assemblée uitvoerige consultatie zal houden en dat het college dan met een voorstel zal komen. In elk geval zouden gehoord moeten worden de LGBTQI-pressiegroepen, de organisaties op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag en mensenrechtenorganisaties, voorzitter. Te verwachten is dat er verschil is van mening blijft en dat DNA misschien na moeilijke discussies de knoop zou kunnen doorhakken. Voorzitter, het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht is al voorgelegd aan het constitutioneel hof en de uitslag hiervan is bekend bij het publiek. Minister Amoksi sprak in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wijziging van het burgerlijk wetboek en andere aanverwante wetten.